Een politieauto is woensdag de stille getuige van een woningoverval aan de Pieternuitstraat in Geldrop. De avond ervoor werd een bewoner verrast. Daders drongen het appartement binnen en sloegen na enige tijd op de vlucht. De bewoner van het appartement raakte niet gewond, maar is wel enorm geschrokken. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook wordt bekeken wat er is buitgemaakt. Er loopt nog een buurtonderzoek en de politie is op zoek naar getuigen.